de maat is vol. De zakken zijn leeg, de buffers zijn op. En we moeten maar gewoon, als ik nu ook hoor, weet je wel, dat het weer uitgelekt is, dat de horeca weer dicht moet blijven. Jongens, dit kan zo niet. Kim Boonstra van Café aan de Amstel is boos omdat het erop lijkt dat de kroegen toch dicht moeten blijven. Zij gaat samen met meer dan 100 andere ondernemers komende zaterdag haar zaak opengooien. Het gaat naast kroegen om winkels, kapsalons en horecazaken door de hele stad. De initiatiefnemers hebben de actie aangemeld als demonstratie. Ze willen hiermee een sterk signaal afgeven dat de meeste van hen het water nu toch echt aan de lippen staat. Volledig opengaan zien deze ondernemers als enige mogelijkheid om hun zaak te redden. Ik lees net dat we eventueel weer winkel op afspraak mogen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar het zet geen zoden aan de dijk voor ons. Dus dat lost de financiële problemen in ieder geval niet op. Het spaargeld is op, de pensioenpot is op en er moet nu echt wat gebeuren. Volgens de initiatiefnemers van de actie is het goed mogelijk om coronaproof hun zaak te bezoeken. We zorgen natuurlijk voor ruim afstand, we zorgen voor goede ventilatie, we zorgen dat er niet te veel mensen in de winkel zijn. Kijk, als kleine ondernemer kan je dat ook heel goed doen, want je hebt een kleine winkel, dus je hebt het overzicht goed. Je kent de klant die binnenkomt, dus je begroet hem. En je kan ook zeggen, zou je nog eventjes buiten willen wachten of zou je hier nog even willen, daar is nog wat te druk. Dus je kan heel goed met elkaar daarin overleggen, dat is geen enkel probleem. Hilde Bolks mist haar klanten en hoopt dat tenminste haar vaste klanten even een kijkje komen nemen in de zaak. Elke support die je krijgt en elk lief woord is iets wat je ook gewoon echt nodig hebt. Ja. Dat is gewoon echt zo. Onze zaken gaan ons echt in het hart en onze klanten ook. En ik spreek echt niet voor mezelf daarin alleen. Ja. Burgemeester Koen Schuiling heeft aangegeven in principe niet te handhaven als komende zaterdag de zaken opengaan. Een boete schrikt Kim Boonstra in ieder geval niet meer af. Maar goed, ja, de kans zit erin. Ja, nou, kom maar dan. Gooi me maar weer dicht. Dat is het enigste wat ik denk, wat willen ze doen? Boetes geven, nog meer ellende veroorzaken. Dit is één grote drama voor iedereen. De ondernemers vinden dat de gemeente hen niet in de steek moet laten. Dus ga achter je stad staan. Ga gewoon achter de ondernemers staan. Kom op, Schuiling. De beuk erin, gewoon helemaal op zijn Gronings. En ga gewoon eens eventjes laten zien wat de Groningen gewoon wel kan. En gewoon open die handel. De laatste maatregelen worden komende vrijdag om 7 uur bekendgemaakt door minister-president Mark Rutte.